Dit is het volgende trieste dieptepunt. En, uh, ja, we hebben in ieder geval spelregels ooit eens afgesproken voor conflicten. Nou, uh, dit, dit kan en mag absoluut niet. Dit gaat alle grenzen uh, over. Ja, dit gaat uh, alle grenzen over, inderdaad. En, uh, dit, ik vrees dat dit alleen nog maar een voorbode is van wat er gaat komen. Oh. Waarom? Ja... Uh, uh, yeah, um, Poetin geeft nu in ieder geval de kans om burgers uit de grote steden weg te halen. Uh, voor een deel blokkeren ze het ook wel weer. Maar als dadelijk het gros van de burgers uit die steden zijn... betekent dat dat degenen die achterblijven... In, in ieder geval het oog van, van de Russische strijdkrachten... dat dat tegenstanders zijn. En dus kunnen ze met al het grofgeweld wat ze hebben... Kunnen ze daar uh, op inhakken, om het zo maar te zeggen? Eén doel uitschakelen. Ja, en kunnen ze dus doelen uitschakelen. En de, de burgers die dan achterblijven, maar ook gewoon de, uh, de infrastructuur die nodig is om het land straks voor te zetten, het, wordt, uh, het gaat er dan allemaal aan. Ja. En ze hebben bewezen, noem maar Grosni, uh, Syrië, uh, waar ze toen in staat zijn. Dit...